Mensen, welkom. Daar zijn we weer, jongens en meisjes, dames en heren. Oh, wat heb ik zin in deze video. We gaan vandaag een paar leuke dingen doen. Een paar kleine leuke dingetjes. Ten eerste zijn er nog steeds tant hoeveel mensen die kaarten spelen. Blijf lekker spelen. Ik zie jullie het leuk vinden. Vind ik fantastisch. Er komt een nieuwe update aan met nieuwe poppetjes. En de volgende update die gaat nog even duren. Daar gaan we het zo over hebben. Plus, ik ga laten zien hoeveel Essie Boy krijgt. Want zoals jullie weten, gebeurde dit. Al het geld wat Essie Boy verdient, zeg maar. Dus iedereen die Essie Boy koopt, al dat geld gaat naar Essie. Essie krijgt alle centen die door hem opgebracht zijn. Dus iedereen die Essie heeft gekocht, dat gaat allemaal naar Essie, naar het broertje van Matty. Ik ga het geld geven aan Matty, want die kan dan dingen verkopen voor Essie. Want anders is het gezeik met belasting en zo. En nu is dat makkelijker. Maar dan dacht ik, is het dan leuk om het gewoon over naar Matty te maken? Of zullen we het gaan pinnen? We gaan het pinnen. En volgens mij is het echt tant hoeveel. Maar daar gaan we straks naar kijken dus. Echt jongen, oh jongen, ik zie al de volgende keer dat Essie Boy hier langskomt. Jongen, komt hij in een volledig Gucci pak aan. En komt hij, hé man, fucka, ik ben Essie. Ongelooflijk. En dan zijn wij allemaal skeer en zielig. Nou, dat dus. Vind je de video leuk? Zeker een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Abonneer op Koen. Er komen een paar leuke video's aan. Ik heb een paar leuke dingen in het vooruit. Nee, echt leuke dingen, echt leuke dingen. Ten eerste laten we beginnen, de update. Er komen 4 nieuwe characters in Kaasje. 4 nieuwe, een paar bekende en voor slotterkijkers ook een hele bekende. Ten eerste hebben we nieuwe winnaar dan Dylan Hagens. Dit wordt zijn hoofd, dit wordt zijn fantastische hoofd. Ik denk dat de update trouwens over, als jullie dit kijken, over 2 dagen is. Misschien eerder, misschien later. Volg mij vooral op Instagram, hou hem in de gaten, dan kan je het vooral zien. Hoe dit kwam, ik werd door Dylan gebeld en hij zei van, ja, hoi Koen, waarom zit ik nog niet in Kaasje? Maar dat was dan blijkbaar voor een prankvideo van hem. En toen zei ik aan van, wil je echt in Kaasje? Ja, leuk. Nou, dus hij komt er dus in. Je zult hem al regelmatig zien in de reclame. Waarmee je voorbij komt als je kaars speelt. Als je dood gaat op kaars een paar keer, dan krijg je zo'n reclame. Dan krijg je constant Dylan te zien. Echt constant krijg je Dylan te zien. Misschien ligt het al aan mij, maar... Hey, het is zo. Ik moet zeggen, dit is echt goed gelukt. Dit is een perfect hoofdje. Niks mis mee. Erg goed. Het tweede popje is QC. Nou, is dit even QC, ja of nee? Zo ongelooflijk. Ik had ook met QC erover, waarom ben je aan het praten? Toen ook van, ja, wil je een kaarsje? Zeiden, ja, leuk, lijkt me leuk, lijkt me leuk. En volgens mij, als het goed is, ja, ik heb het nog niet gespeeld. Ik heb nog niet op mijn telefoon staan, de update. Maar als het goed is, als QC bukt, dan gaat hij rollen. Nou, dat is toch fantastisch? Dat is toch schitterend? Als het goed is, zit dat erin. En anders heeft de Tourione me genakt. Zowel Dylan trouwens als QC worden 25.000 kaarsjes. Dus daar kan je lekker met kaarsjes vrij spelen. Lekker mee spelen, lekker hutsen, lekker hutsen. De derde persoon is met name voor de mobile gamers is Joran van Gamebouws, FIFABouws. Ik denk dat veel van jullie hem wel kennen. Hij komt er ook, hij wordt ook 25.000. Kaarsjes met hem ook contact gehad. Hij zei van ja, leuk, ik wil erin. Tuurlijk, dan kom je erin. Heerlijk. En dan last but not least, Lana. Oh, dat ik dit moest doen. Dat ik dit moest doen. Lana volgens mij 5 euro, dus voor alle vieze rikken. Koop haar nou! Al het geld gaat naar mij. Nee, het heeft even geduurd, maar die zit erin. Heb ik geen contact mee gehad. Dus als ik straks aangeklaagd word dat zij in de game zit. Dit is gewoon een random Lana die ik heb gemaakt. Geen idee voor de rest wie het is. Dus ik heb haar stempel niet gebruikt bij de sound. Ik hoop dat jullie nu eindelijk blij zijn. En dat jullie eigenlijk kunnen stoppen met die vragen wanneer zij komt. Dat was irritant. En nu is ze er. Hartstikke lekker. Hartstikke leuk. Oké, mensen, ga ik het met jullie even kort hebben over het volgende. Zoals jullie zien, deze update heeft mij 180 euro gekost. Dat valt best mee. Maar ik ga een ongelooflijk. Ik had hier trouwens instead. Niet heel goed geëngels. Maar als je hier ziet, mensen, ik zeg hier, after they would like the update, waar ik het al over had, with the levels, from 1 to 50. Mensen, wat ik ga doen, en dit gaat echt lang duren, want Tourione heeft gezegd, dit gaat lang duren. Echt een maand, misschien wel 2 maanden. Wat ik ga doen, ik ga in Kaasje een soort level modus brengen. Dus wat dat betekent, je hebt 50 levels, misschien wel 100, misschien wel 1 miljoen. Nee, ik wil beginnen met 50 levels. Level 1 wordt heel makkelijk. Wordt een beetje springen, bukken, dan ben je in Kaasje. Hoe verder je komt, hoe moeilijker het wordt. En uiteindelijk, als je level 50 hebt gehaald, dan ben je de legend. Dan wil ik eigenlijk dat je nog een soort speciaal poppetje kan vrijspelen, of iets kan vrijspelen wat speciaal is. En dat echt super leuk is. Dus als dit je leuk lijkt, laat dan zeker achter in de comments. Ik denk dat mensen dan echt weer, dat iedereen weer een reden heeft om Kaasje opnieuw te gaan spelen. Ik denk dat het ook nog groter wordt dan het nu al is. Dus dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Oké, mensen, nu is het zover. Ik ga kijken hoeveel geld we aan Essie moeten betalen. Tjoh, dit wordt zo ongelooflijk veel. Dit wordt echt niet normaal. Ik denk echt dat dit niet normaal wordt. Mensen, wat jullie nu gaan zien, hartstikke idee. 2,55k dollar. En denken jullie, dit is het? Dat moeten we geven aan Essie. Dit is Apple. Dit is alleen Apple. 2,55k. En denk je van, dit is het? Nee. Oké, mensen, de Google Play kan ik niet laten zien, want er staan al die inkomsten bij elkaar. Maar ik kan wel ongeveer zien wat Essie heeft opgeleverd. Hij heeft 1504 dollar opgeleverd. Echt wel een stuk minder. 1260 euro. Nou, ik ga nu even rekenen. 1, 2, 6, 0 plus 2, 1, 8. 3445 euro. Essie krijgt 3445 euro. Maak er 3450 van. Want dat kan ik makkelijker pinnen. Hoeveel brieven van 50 zijn dit? 69 brieven van 50. Nou, ik vind het weer toevallig. Het is ongelooflijk. Oké. Ik ga nu naar de bank en ik ga 69 brieven van 50 pinnen. Dit wordt het engste wat ik ooit heb gedaan. Ik ga een grote tas meenemen met 2 bewakers. Want dit is echt levenservaring wat ik nu ga doen. 69 is echt veel. Hè? Dat is echt zo'n stapel, denk ik. Ik ben zo terug. Op naar de... Mensen, ik bedenk me nu pas. Want Essie zijn... was een knieschijf uit de kom. Tantoezielig. Dit is een leuke financiële meeval voor me. Ik heb een envelop mee waar ik het geld in ga doen. Want ik durf niet met 69 brieven van 50 over straat te lopen.
Ik wil een borst in mijn ruit. Nee, we gaan nu naar... Oh nee. We gaan nu naar een bank. Dan ga ik het pinnen. Dit is al helemaal nergens op. What the fuck? A few moments later. Even de muziek uit. Mensen, we zijn er. Prever Koen dat ik niet overvallen word. We gaan ervoor. Dames en heren, jongens en meisjes, we hebben hem! Ik ga het niet laten zien, jongens, ik ben bang dat ik beroven. Moet je kijken. Oh, het is echt tandenveel. What the fuck? Ik heb nog nooit zoveel geld gezien in mijn leven. Oké, ik ga nu snel naar huis. Dan ga ik het even laten zien. En dan haal ik Matty erbij. En dan ga ik hopelijk nog even FaceTime met Essie. Oké, let's go. Nu veilig naar huis rijden. Dit is het dan. Check. Oh mijn god. Dit is niet normaal. Mat, kom eens even. Kom even mee. Kom even mee. Ja, gewoon. Ga maar zitten. Wat is dit nou weer? Kijk, we hadden natuurlijk de afspraak met elkaar gemaakt. Over kaarsje met Essie. Ja. Dat al het geld wat Essie zou opbrengen, ja, dat zou hij krijgen. Dus ik heb het gepind. What the fuck? Wat dit? Zullen we dit niet uploaden en gewoon de helft zou Essie? Ja, ja. Wat denk je dat het is? Ik ga absoluut niet veel. Het is 3450 euro. Dit is zo veel geld. Ja, moet je nagaan wat jij aan hebt dit even verdiend. Moet je nagaan als jij gepind had, dat jij verdient is gewoon zo'n stack geweest. Nee. Net iets over. Heb jij Essie's nummer? Ik wil hem even FaceTime. Voor de mensen, even de duidelijkheid. Matty gaat het naar de bank brengen en straks. Dus dit gaat niet in iemands zakken beëindigen. Want dus niet te beroven. Wat ga je hiermee doen? Even echt? Jij moet het weer naar de bank brengen en dan kan je het op je rekening zetten. Nee, ik kan het ook niet doen. Nee, je houdt het gewoon. Ja, ik ga geen factuur sturen. Nee! Geen factuurtje sturen. Hoe lang was je bezig met pinnen dan? Ja, heel kort. Komt het in één keer uit? Ik dacht, klaar. Ik dacht van de mensen gaan applaudisseren en zo voor, maar dat was niet zo. Even mensen voor de duidelijkheid. Het gaat de bank weer op en dan voor de studie. Ja, jij hebt dus ooit al een keer voor je verzekering gehad. Mijn auto was ooit gecrashed. Ja, gecrashed? Weten. Toen ging de garage, die kocht het. Dat totaal losse auto kocht hij op. Voor wat hij nog waard is, dat hij kon herstellen en dan kon hij weer verkopen, weet je wel. Die kocht hem op voor 4000. Voor 4000, dat ding? Is het toch duurder dan wat je van de verzekering kan krijgen of zo? Ja, zoiets. En dan waarschijnlijk kan hij voor 3000 kan hij nog een auto dan van 9. Oh, zo, dat was even goed saai, zeg. Hallo. Hallo. Yo, Essie. Dit is een goede camera, dit. Ik heb kaarsmoney nodig voor een nieuwe telefoon. Ja, dat is het ook. Koen heeft het gepind. Ja, je mag het zelf. Hier, kijk! Nah. Hoeveel denk je dat het is? Ik heb geen idee. De laatste keer hoorde ik het in kaas, maar. Het is 3450 euro. Dat is lekker, hè? Dat is lekker. Een nieuw telefoontje halen. Nou goed, dat was het. Nou heeft Koen een leuke video. Denk. Zeg even abonneer op Koen. Zeg maar niet, niet zeggen. Dan krijg je. Abonneer op Koen 2. Ja! Maar ja. In de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban.